Goedemiddag, welkom bij Buitenhof, het wekelijks interview- en discussieprogramma van Nederland 3. Van heinde en ver, nog steeds de politieke debutanten die de politiek in willen en wel hierom. Hans Blom straks over Bevrijdingsdag, over oorlog, over de waarheid en over de wetenschap en over het wat ongemakkelijke gevoel toch op 4 mei na het drama van Srebrenica. VVD-dwarsligger Paul Cliteur ook. En hij heeft weer een actie. Geen varken in nood deze keer, maar iemand die bij voorkeur zo nodig de Kamer in moet. Straks komt hij met zijn kandidaat voor de dag. Alle bijstandstrekkers hun bed uit, aan de slag en willen ze dat niet. Geen uitkering, was getekend Henk Kamp. Alle illegalen de vakbond in, dat is een mensenrecht. Hartekreet van Lodewijk de Waal. Straks een debat tussen arbeid en kapitaal. Maar we beginnen met PvdA-campagneleider Dick Benschop, de man die zijn partij voortdurend moed inspreekt, ieder zeteltje er weer bij probeert te praten en in ieder geval probeert te voorkomen wat er in Frankrijk is gebeurd, dat de socialisten een dramatische uitslag maken. Dag meneer Benschop. Goedemorgen. We zaten net even te kijken naar het journaal. Ja, nu is de spanning er een beetje vanaf eigenlijk in Frankrijk, want de race is gelopen eigenlijk al. Hè? Chirac zal winnen. We zitten toch wel weer te kijken, denk ik, hoeveel stemmen Le Pen ook vandaag weer krijgt. En Frankrijk krijgt nog parlementsverkiezingen in juni. En wat gaat dat worden? Maar de les van Frankrijk voor Nederland is natuurlijk wel dat linkse kiezers, centrumlinkse kiezers, de dag na de verkiezingen geen spijt moeten hebben. Want dat hebben ze in Frankrijk gehad. Ze hebben te weinig op Jospin gestemd, ze zijn thuisgebleven, ze hebben trotskistisch gestemd, ze hebben groen gestemd. En je hebt dat niet vaak na verkiezingen, dat eigenlijk iedereen daar zo bij de brokken en bij de pakken neerzit. Dat is daar wel gebeurd, ja, dat we dat hier niet doen. Ze hebben op iedereen gestemd, behalve op die hele saaie lijsttrekker die ze daar hadden, Jospin. Ja, iedereen ging er vanuit, ach, die haalt toch wel de tweede ronde. Laten we een beetje experimenteren, laten we eens wat anders stemmen. Misschien is het vandaag nog niet nodig. Complete onderschatting, ook door Jospin zelf, van die eerste ronde, van het belang van die verkiezing. Nou, laten we in Nederland wat dat betreft klaar wakker zijn en 15 mei en ieder stem niet onderschatten. Ja, maar doe je daar nog wel wat aan als je zo'n saaie lijsttrekker hebt? Jospin, ik zal maar zeggen, de Franse Ad Melkert, hè? Ja. Nee, bedoel, dat is een beetje wat uw eigen voorzitter de afgelopen week zei. Ja, nee, maar hij doet zijn best. Ja, de voorzitter constateerde gewoon, maar het komt niet over, dat we er slecht voor staan. En we staan daar slecht voor. Nee, hij constateerde over de lijsttrekker. Hij doet zijn best, maar hij komt niet over. Ja, maar goed, de keuze voor deze campagne is zomaar niet alleen maar van wie heeft nou het leukst of het populairst campagne gevoerd. Die verkiezingen die gaan zo meteen over wat er na Nederland gebeurt. Nederland gebeurt na 15 mei en welke kant Nederland op gaat. En wie heb je daarbij nodig? Win je verkiezingen met een lijsttrekker die niet overkomt? Dat is misschien een beetje de vraag. Nou, we hebben 10 dagen de tijd. Hij is helemaal los wat dat betreft. Hij gaat in 10 dagen helemaal overkomen. Want hoe gaat het? U bent campagneleider. Ik bedoel, als hij nou plotseling blijkt te gaan roepen van ik heb genoeg van dat gezeik en dat gedoe. Bedenkt u dat nou? Nee, dat zijn nou typisch dingen die van hem zelf zijn. En zo'n hele campagne is eigenlijk heel makkelijk. Het is gewoon zorgen. Gewoon zorgen dat het platform er is, dat de lijsttrekker zijn optredens kan hebben, dat hij op televisie is, dat er dingen gebeuren. En de invulling, de manier waarop hij dat doet, ook de emotie die daarin zit. Mag hij allemaal zelf bepalen? Dat doet hij zelf. Dus u ziet iedere keer, net zoals afgelopen vrijdag, dat er weer een zetel afgaat en dan zegt u, ga maar door, Ad. Dan gaan we niet zomaar door. Ik bedoel, dan ga je er nog harder tegenaan. Het is niet zo dat je met elke peiling zegt, we gaan weer wat anders doen. Dat kan ook helemaal niet. Dat is ook helemaal niet serieus. Wat we doen is op het moment zoals we er nu voor staan, is echt die laatste 10 dagen de mouwen opstropen. Dan denk je dat er nog aan mensen te ontmoeten, halen. De keuze voor Nederland voorleggen, het vertrouwen voor de Partij van de Arbeid vragen. Ja, mag ik nog even die vergelijking doortrekken? Hè? Dus Melkert, de Franse Jospin. Jospin, die trad af, hè, toen het heel slecht uitpakte. Ja. Zou dat ook de consequentie moeten zijn voor Melkert? Nou, we moeten eerst zien wat op 15 mei de situatie is. We kunnen maar toch is er nu een ondergrens? Vindt u dat hij altijd, hoe de uitslag ook is, dat hij moet kunnen doorgaan? Ja, maar zijn ondergrens en daar nu zetels bij noemen. Wat is nou nog acceptabel of niet? Nou, ja, alsof je erbij neerlegt. 32 we leggen ons nu, er niet volgende bij neer keer 28. Wat nu de situatie is. We willen een goede uitslag maken. Maar er is we geen Partij ondergrens. Van de Arbeid het voortouw laten hebben. De grootste partij na de verkiezingen. Dat is van groot belang. Niet alleen voor de Partij van de Arbeid. Maar die ondergrens is er niet. Voor wat er met Nederland na 15 mei gebeurt. Die ondergrens, dat zie je op het moment dat het resultaat er is. Daar ga je nu niet over speculeren. Je gaat nu praten over je programma, over de richting, over de keuzes. En niet over allerlei scenario's. Nee, nog een vergelijking met Frankrijk. U zegt, ja, daar hadden die linkse kiezers toch wel heel erg spijt van wat ze gedaan hadden. Dat is natuurlijk ook het argument dat uw partij altijd gebruikte. Ja. De afgelopen verkiezingen bij GroenLinks stemmers. Dom om niet op de dag zelf toch op de Partij van de Arbeid te stemmen, want dan is het een verloren stem. Misschien moet je zeggen dat dat niet meer opgaat, hè, gezien de peilingen en de nieuwe krachtsverhoudingen. GroenLinks is een potentiële regeringspartij. Ja, maar de grote vraag wel,
of de Partij van de Arbeid en zelfs of GroenLinks überhaupt aan de bak komt na 16 mei, is natuurlijk of de Partij van de Arbeid in de situatie is om na de verkiezingen het voortouw te nemen. Ja, maar is daarvoor nodig? Wel ontzettend belangrijk dat de Partij van de Arbeid de grootste partij wordt om het voortouw te nemen. En dat zullen heel veel linkse, progressieve, centrumlinkse kiezers zich natuurlijk realiseren. Maar is het nodig dat de Partij van de Arbeid het grootste is om een centrumlinks kabinet te maken? Dat kun je ook afvragen. Of ze bij het CDA niet veel liever met een Partij van de Arbeid in zee willen in zo'n centrumlinks kabinet, als u niet zo groot bent. En het gaat erom de zekerheid die we kunnen hebben over de richting die het na de verkiezingen opgaat. Het CDA doet geen uitspraak over de coalitie, kan ik best begrijpen. Maar het probleem is dat we bij het CDA ook niet zeker zijn over de richting die we opgaan. Gaan we de richting op met de VVD, met de lijst Pim Fortuyn, dan weet ik wel zeker dat het harder wordt in Nederland, dat het chaotischer zal worden, dat er asociale oplossingen voor problemen gevonden gaan worden. Of is de Partij van de Arbeid erbij en heeft de Partij van de Arbeid het voortouw en gaan we dan de richting op waar we dus economisch verstandig beleid blijven voeren, waar we zekerheid inbouwen en waar we voor de problemen die we hebben in de zorg en het onderwijs, die zijn groot, verbeteringen doorvoeren die dan ook voor iedereen zijn op basis van sociale rechtvaardigheid. Gaat u er nog steeds vanuit? Dat is de keuze van 15 mei. Ja, gaat u er nog steeds vanuit dat Fortuyn zoveel stemmen haalt? Want de peilingen lopen nogal uiteen. De peilingen lopen uiteen. 19 bij Nova, 26 bij Twee Vandaag. Ja, daar zit wel een wereld van verschil tussen. Ja, en dan hebben we in Frankrijk nog gezien dat wat Le Pen scoorde ook niet helemaal zichtbaar was bij de opiniepeilers. Maurice de Hond zegt in Nederland, Fortuyn zal meer scoren dan nu uit de peilingen blijkt. Dus houdt u er rekening mee dat hij misschien wel de grootste wordt? Ik hou op dit moment met alles rekening. En dat is ook de aansporing aan de kiezers om niet op 16 mei spijt te hebben van wat er gebeurd is. Echte campagneleider, natuurlijk. Je moet zo meteen bij mij niet aankomen met een telefoontje over een spijtdemonstratie op 16 mei. Ik weet het voor 15 mei. Maar binnen het campagneteam van de Partij van de Arbeid wordt er rekening mee gehouden dat Fortuyn als grootste deze verkiezing uitkomt. Nou, dat is helemaal niet een kwestie van in het campagneteam rekening mee houden. Ik zie wat zijn situatie in de peilingen is. Ik zie wat in andere landen niet altijd zichtbaar geweest is in de peilingen en wel bij de verkiezingen. Ik hoor Maurice de Hond dat zeggen. Ligt het dan niet heel erg voor de hand om daar gevolg aan te geven dat het dan ook niet de parlementaire democratie is dat zo'n lijst dan ook de regering mee zou moeten kunnen vormen? Ja, maar en dat een partij zoals de UWE die zo wordt afgestraft pas op de plaats zou maken en zegt, nou, dan past ons misschien de oppositie. Nou, dat zien we op 15 mei. Ja. Als de Partij van de Arbeid afgestraft wordt. Maar zit daar vanuit democratisch denken zit daar niet iets in? Ja, natuurlijk. Maar dan is ook de kans dat het programma en de richting waar de Partij van de Arbeid voor staat na 15 mei dat daaraan verder gewerkt wordt in Nederland is ook minder. En dat is natuurlijk een belang van een partij afstraf is één ding. Maar wat gebeurt er daarna met Nederland? Ja, maar als dat de wil is van de kiezer, zegt u, dan zit er wat in. Dan moet Fortuyn een kans krijgen. En dan is het niet zo gek om de oppositie in te gaan. Ja, maar zo meteen geven de zetels in de Kamer natuurlijk de doorslag voor de kabinetsformatie en voor wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, er staat wat op het spel. Dit is meer dan zomaar een spannende verkiezing. Het is altijd spannend. Altijd winst, verlies, meer of minder zetels. Maar het gaat nu meer dan ooit om de richting die we opgaan. Ja, nou goed, en mijn vraag was een beetje en om de vraag wie de grootste wordt. En u houdt met alles rekening, blijkbaar. Over Fortuyn gesproken en over lijsttrekkers gesproken die van standpunt wisselen. Dit weekend heeft u vast de Telegraaf gezien. Groot interview met Hans Dijkstal. Die nu vindt dat er een halt moet komen aan de uitbreiding van de Europese Unie. Wat dacht u toen u dat las? Nou, ik was stom verbaasd, omdat de VVD-ministers in het kabinet voluit de uitbreiding van de Europese Unie steunen. Dat is voor de stabiliteit in Europa van belang, maar ook voor de economie, ook voor het bedrijfsleven in Nederland. Enorme kansen als die interne markt groter wordt. Is de nieuw standpunt van hem? Moet zorgvuldig gebeuren. Nieuw standpunt. Hij is wel altijd kritisch geweest, maar hij zegt nu gewoon niet doen. Meteen met een nieuw kabinet veto uitspreken in Europa. Hij haalt er van alles bij. Het landbouwbeleid, de euro, de toekomst van Europa. Hij zegt gewoon niet doen. Nee, maar goed, zit daar niet iets in wat hij zegt? Hij zegt van een aantal van die landen, Polen met name, we moeten eerst gewoon dingen regelen voordat we daarmee doorgaan. Ja, maar dat is iets anders. En daar zijn we natuurlijk heel zorgvuldig. Ja, maar als we het helemaal geregeld hebben, dan pas kunnen ze meedoen, zegt hij. Nee, dat zegt hij niet. Dat heeft hij wel eerder gezegd. Maar hij zegt nu gewoon, we doen het niet. We beginnen er niet aan. 15 is genoeg. Nou, dan laat je een enorme kans liggen voor Europa, voor Nederland, ook voor de Nederlandse economie. Dat is echt onverantwoord om dat te doen. En daar moeten we in Europa echt niet mee aankomen. Van u is bekend dat u heel erg voor samenwerking met de VVD bent. Hè? U zou er wel voor voelen na de verkiezingen. Ik heb altijd prettig samengewerkt met de VVD. Als ze nou aan dit standpunt vasthouden? Als dit in een nieuw regeerakkoord zou komen te staan, doe ik niet mee aan een nieuw kabinet. En doet uw partij niet mee? Want het gaat niet alleen u zelf. Nee, dan doet de Partij van de Arbeid. Dat kan niet. Dat is zo
bedoel, dat is zo on-Nederlands. We zijn een van de oprichters van de Europese Unie. We hebben er altijd enorm veel aan bijgedragen, enorm veel aan verdiend. Die ontwikkeling kan doorgaan als we het zorgvuldig doen. Daar zijn we mee bezig. Maar dat is wat anders om zomaar stop te zeggen en een veto uit te spreken. Hebben wij het over een kandidaat-premier? Want daar heeft hij zelf wat moeite mee. Hij heeft het daar zelf wel over, dacht ik. Maar goed, het zou kunnen zijn dat... En bedoel, in Europa, deze man? Ja. Vult u eens in? Nou, Frits Bolkestein geeft allerlei typeringen van kandidaat-premiers in Nederland. Maar ik vind het onverantwoord dat de lijsttrekker van zo'n grote partij in Nederland zo'n standpunt over de ontwikkeling van Europa inneemt. En als men hem in Europa serieus neemt, dan staan de kranten hier in andere landen maandag vol van. Ja, dus? Dus ik vind dat hij zichzelf, Nederland, VVD, hier geen goede dienst mee bewijst. Dit is geen doordacht, geen verantwoord standpunt. Ik zou u bijna vragen, kan zo'n man nog wel premier vragen als u er zo boos om bent? Nou, ik hoop niet dat hij het wordt. Dit is een van de redenen. Maar hij geeft hier geen blijk van inzicht over Europa, Nederlandse positie, het Nederlands belang daarbij. En deze verkiezingen gaan ook over Nederland in Europa. Wie vertegenwoordigt Nederland in Europa? En ik hoop niet dat hij ons in Europa zal vertegenwoordigen na de verkiezingen. Goed, daar moeten we het bij laten. Wat gaat u nog doen vandaag? Ad Melkert moet inspreken. Nou, die zit in het radio-lijsttrekkersdebat. Ja. Maar goed, maak hier geen reclame voor de concurrentie. Dat zou ik ook niet doen. Want wij hebben iets heel anders wat nu komt en wat heel erg de moeite waard is. Dus dank u wel voor het gesprek. Dank u wel. Want... En dan blijft u kijken. Camera en microfoon zijn namelijk voor onze eigen opinieprofessor Paul Cliteur. Dames en heren, hij gaat een stemverklaring afleggen. Het gezaghebbende Britse tijdschrift The Economist begrijpt in een speciaal nummer over Nederland niet wat ons bezielt. Nederland is toch zo'n leuk landje. We hebben de kassa op orde, consensus over waarden en normen, beetje gespreid. Waar klaagt u eigenlijk over? Het antwoord is, beste redactie van The Economist, we vervelen ons. Toen Frankrijk in mei 68 massaal in opstand kwam tegen de Gaulle, begreep men dat ook niet. Totdat de Franse filosoof Raymond Aron het antwoord gaf. Frankrijk verveelt zich. De enorme, wereldhervormende kracht van de verveling is door die koele rekenaars van The Economist schromelijk onderschat. Ze hadden beter moeten weten. De Duitse filosoof Schopenhauer ziet verveling als een centraal motief in het menselijk bestaan. Dieren kunnen zich niet vervelen, mensen wel. En ze vervelen ons, Wim Kok voorop. Even hebben we nog geprobeerd het leuk te maken. Melkert tijdens een wedstrijd op ingezeepte skippieballen. Dijkstal die zijn best doet tijdens een karaokefestival. Van Bokstel die in een quiz waarin hij moet raden hoe dat nieuwe sterretje bij BNN heet. Maar ze stellen ons allemaal schromelijk teleur. Ze zijn beter in het vertellen van saaie verhalen dan in koekhappen en schelten. Als een Romeinse keizer houden we onze duim omlaag. Mag dat wel? Ik zou niet weten waarom niet. We hebben een democratisch recht om ons te vervelen. En dat recht dat gaan we nu massaal vertalen in een stem op verandering van gezicht. De radicalen onder ons stemmen op die fleurige dandy uit Rotterdam. Die zal het best goed doen op een bordes met Blair en Chirac. Maar je kunt ook een beetje minder wild kiezen voor Fred Teven bijvoorbeeld, die overigens wel een heel radicaal programma heeft. Maar nog beter is de vernieuwing te realiseren in uw eigen partij. U moet gebruik maken van uw democratisch recht op de voorkeursstem. U loopt niet achter als een schaap aan achter de selectiecommissie van uw partij en u kruist nummer 1 aan. Nee, u begint van onderop. Wees dus geen Max Schaap, stem op verandering van gezicht. Ik stem op de VVD-lijst, maar niet op Hans, niet op Annemarie, ook niet op Erika en ook niet op Loek. Ik stem op nummer 52. Kijk. Daar heb je hem. Op Anton van Schijndel, die we kennen van stevige stukken in de NRC... en die staat voor dualisme in de Kamer. Paul Cliteur was dat. Weet u nog, meneer Kamp, hoeveel voorkeursstemmen u kreeg de vorige keer? Een paar duizend. Ja, een paar duizend. En hoeveel moet je er ook weer hebben voor een zetel? 15.000. Dat is lang niet voldoende. Ja, maar van Schijndel is een goede vent. Misschien redt hij het. Goed. Aan tafel zit ook Lodewijk de Waal, voorzitter van de FNV. Van harte welkom. Op de Dag van de Arbeid stak namelijk Lodewijk de Waal een helpende hand uit naar de illegale werknemer. De vakbond wil hun belangen gaan behartigen, want illegaal of niet, ook deze werknemers hebben rechten, zegt hij. Sterker nog, u zei het gaat om een mensenrecht.
Ja. Artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geeft ieder mens, legaal of illegaal, dat onderscheid wordt niet gemaakt, het recht op een goed loon, redelijke arbeidsomstandigheden en het recht om zich aan te sluiten bij een vakvereniging. Dat ligt ook overigens in conventies van de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie, vast. En ook de Nederlandse wetgever in het burgerlijk wetboek en ook in de collectieve arbeidsovereenkomst, die maakt geen onderscheid. Dus er is een arbeidsovereenkomst en ja, dan kan je dus iets betekenen voor die mensen. En dat is ook goed, denk ik, want anders sta je dus toe aan werkgevers, waar het grootste probleem natuurlijk zit, want die nemen die mensen in dienst. Anders sta je die werkgevers ook toe om mensen uit te buiten en ja, ook onder de markt te werken. Dus dat is ook niet in het belang van de legale werknemers. Nee. Dus ja, eigenlijk waar ik het meest van opkeek was van de ophef. Ja, want u veroorzaakt voor een deel die ophef, meneer Kamp, en uw partij. Waarom? Want we hebben het over een mensenrecht. Ja. Hij vergeet twee woorden. Er staat in die conventie voor de mensenrechten niet bij dat iedereen recht heeft op werk in Nederland. Daar gaat het natuurlijk om. Het is niet zo dat je maar kunt besluiten ergens in de wereld van, en dan ga ik eens naar Nederland toe en ik ben daar en dus heb ik recht op werk en dus heb ik recht op het minimumloon. En dus niet altijd recht op lid zijn van een vakbond? Waar dan vind ik niet, nee. Want die vakbond die heeft natuurlijk wel verantwoordelijkheid ook naar de Nederlandse samenleving als geheel. Die vakbond die heeft jarenlang de arbeidsbureaus aangestuurd. Ja, dus dat is selectief de mensenrechten uitleggen? Nee, kijk, wij hebben niet gezegd dat die mensen hier moesten komen. Het is de politiek die dat gedoogt. Nee, ze hebben het gewoon zelf gedaan. De politiek gedoogt dat er hier 50 tot 100.000, 120.000 misschien zelfs wel mensen illegaal werken. Dat doet de politiek. Wij zeggen, als die mensen hier zijn, wij treffen ze aan, dan doen we drie dingen. Eén, wij maken soms in bedrijfszaken afspraken, want we zijn tegen illegale tewerkstelling. Wij maken afspraken met de werkgevers om het tegen te gaan. Het tweede is, soms zal je moeten discussiëren, kunnen we niet zonder die arbeid, en dan moet je kijken, kan ik het legaal maken? En in het derde geval, als mensen bij ons komen, die mensen worden uitgebuit, die werken onder ongezonde omstandigheden en ze zijn lid, dan is het absoluut een verplichting, niet alleen volgens internationaal recht, maar ook volgens de moraliteit, dat je die mensen helpt. En je helpt ze niet door ze dan bij de politie aan te geven. Nee, het wordt er wat aan uw moraliteit, meneer Kamp. Nou, het is natuurlijk niet zo dat de overheid dit gedoogt. De overheid doet zijn stinkende best om te proberen om de illegale het land uit te krijgen. Zijn ze er niet? U gedoogt ze, want als ze eenmaal hier zijn, dan geven wij ze werk, meneer Kamp. Als ze eenmaal hier zijn, dan zegt u tegen ze van kom maar bij ons, wij komen wel op voor jullie belangen. Stel nou dat die werkgevers hetzelfde zouden doen. Stel nou dat MKB in Nederland zou gaan zeggen, wij gaan werkgevers die illegaal in dienst hebben, die gaan wij helpen om eens te kijken hoe ze dat kunnen organiseren. Dan is het toch zo dat degenen die dat doen, die zijn er verantwoordelijk voor dat de mensen in Nederland blijven die illegaal zijn. Nee, nou, we zouden met elkaar, en zeker mij ook zo verwonderd, we zouden met elkaar onze best moeten doen. Zich tegen de werkgevers richt. Die illegale te werk stellen, maar tegen de vakbond die zegt, als ze er zijn en ze worden uitgebuit, dan proberen wij iets aan die uitbuiting te doen. Maar u richt zich daarmee tegen verminder ik mensen. Ook de aanzuigende werking, want het wordt minder aantrekkelijk voor werkgevers om ze in dienst te hebben. Dus wij helpen u eigenlijk nog op een gebied waar u als politiek kennelijk faalt, want ze zijn hier. 50.000 tot 120.000. U zou uw eigen mensen moeten helpen. Stel dat je twee bedrijven wij naast elkaar... Wij helpen onze eigen mensen. Je hebt twee bedrijven naast elkaar. En dat ene bedrijf heeft legale mensen in dienst die 25 euro per uur moeten kosten, omdat de loonbelasting in moet worden, er moet premie ingehouden worden, er moeten werkgeverslasten betaald worden. En daarnaast heb je een bedrijf dat heeft illegale in dienst. Die hoef je alleen maar 10 euro netto te betalen en daarmee uit. En u stelt nu die illegale in dienst om hier te blijven en om hier te werken. Ja, kortom, dat u houdt de illegale in dienst. U concurreert uw eigen mensen weg. Nee, de overheid heeft kennelijk gedoogd of staat toe. Want ze zijn er, dat die mensen er zijn. Nee, dat heeft u al gezegd. Maar je houdt de illegaliteit in stand. Twee, werkgevers, hè, want dat is dus een ander geval. Als MKB en VNO zouden zeggen, wij zijn voor illegale tewerkstelling, dan zou er iets ernstig mis zijn. Wij zeggen niet, wij zijn voor illegale tewerkstelling. Nee, maar alle anderen hebben we nu gehad. Het argument van Kamp is, u houdt wij zijn dus tegen, aan het einde in stand. Dat heb ik heel duidelijk in mijn toespraak gezegd, tegen illegale tewerkstelling. Maar als iemand in nood bij ons op een spreker komt en hij is lid, en de wet geeft hem rechten, want de collectieve arbeidsovereenkomst is gewoon van toepassing op hem. Het burgerlijk wetboek is van toepassing. Zelfs de wet arbeid vreemdelingen neemt aan dat iemand 6 maanden hier is. De collectieve arbeidsovereenkomst is helemaal niet van toepassing. Want je mag, onderscheid tussen illegale en je mag niet eens wit werken. Je krijgt geen SOFI-nummer. Dus je mag helemaal niet werken. Mensen moeten dus ook een loon hebben wat in overeenstemming is met de regels. En als wij dat vorderen, maken we illegale tewerkstelling door de werkgevers. Dat is minder aantrekkelijk. En verminderen we daarmee de aanzuigende werking. Je kunt niet eens een SOFI-nummer krijgen als je hier illegaal in Nederland bent. Maar ik heb het niet over een SOFI-nummer. Nee, ik wel. En wij zeggen ook niet dat illegale gelegaliseerd moeten worden. Dat is ook niet onze stelling. Wij zeggen alleen, wij willen niet dat mensen uitgebuit worden
door de werkgever. En dat is een standpunt, dat heeft de vakbond al 110 jaar. Maar mag ik even wat anders tussendoor? Denkt u dat uw eigen leden die nu al bij uw bond zitten, dat die daar blij mee zijn? Die worden weggeconcurreerd. Als wij mensen uitleggen dat ze nu weggeconcurreerd worden door de uitbuiting, want de uitbuiting is het voordeel van de werkgever, dat ze nu weggeconcurreerd worden, dan zijn ze het er erg mee eens als wij daarover praten, dat wij zeggen, wij gaan het moeilijker maken voor werkgevers om onder de markt te werken. Ja, maar dat is dus wat u eigenlijk wil zeggen, is ze hebben het er nu wel moeilijk mee. Ze hebben het er nu absoluut een probleem. Ze snappen er eigenlijk niks van dat u dat doet. Nee, mensen hebben een probleem met het feit dat je nu zonder meer mensen kan uitbuiten, want het uitbuiting is het voordeel van de werkgever. Nee, dus het is nu valse concurrentie. Wat u doet met het omdat wel de heer Kamp en andere politici kennelijk toestaan dat ze er zijn en omdat werkgevers ze werk bieden. Nou, meneer Kamp. Wij doen dus onze best om ze weg te krijgen. En dan wordt ons gevraagd om die mensen te negeren. Ja, wij doen dus onze best om ze weg te krijgen. Maar de overheid kan dat niet alleen. Daar moeten anderen ook mee helpen. En u moet daar zeker mee helpen. En u heeft er ook belang bij, want uw mensen, de normale leden van de vakbeweging, die worden weggeconcurreerd door de illegalen. Dus u zou ons moeten helpen en de werkgevers zouden ons moeten helpen. Iedereen zou ons moeten helpen om mensen die hier niet mogen zijn, om die het land uit te krijgen. En als u het anders doet, doet u het verkeerd. Ja, mag ik u wat anders vragen, meneer Kamp? Zijn er andere mensen volgens u die dit werk zouden kunnen doen? Want dat is het verhaal natuurlijk. Er wordt heel veel werk in Nederland gedaan door de mensen waar meneer De Waal het over heeft. Het werk dat nodig is om de samenleving te laten draaien. Ja. Wie moet het anders doen? We hebben er 100.000. We gaan daar zo meteen bij het andere onderwerp ook over spreken. We hebben in de jaren 90 veel mensen uit het buitenland als asielzoeker toegelaten en een verblijfsvergunning gegeven. 3 van de 5 hebben geen werk, hebben een uitkering. De mensen die als gastarbeider vroeger kwamen, die ouder zijn dan 40 jaar. 3 van de 5 hebben geen werk. En de jongeren, 1 op de 5 heeft geen werk. Laten we nou proberen om hen aan het werk te helpen. Die hebben dat werk zo hard nodig. En laten we niet dat werk door illegalen laten doen. Ja, dat, is dat niet een argument? Absoluut een argument. En daarom zijn we daar ook mee bezig. Maar wat als je alles tegelijk doet, dan komt er natuurlijk niks terecht. Je moet in dit geval een heleboel dingen tegelijk doen. Ik geef aan, wij zijn ook bezig om waar krapte op de arbeidsmarkt is waarin je niet kan voorzien, want die is er soms ook. We kunnen er wel in voorzien. Waar je niet kan worden voorzien. Nou, u heeft zelf, althans uw partij heeft daar aan meegewerkt met een spoedloket voor mensen als ze maar meer dan 50.000 euro verdienen. Soms bent u ook wel een beetje selectief. Nee, dan gaat het om mensen die je in Nederland niet kunt krijgen, die je in de hele Europese Unie niet kunt krijgen en waarvan de bedrijven echt nodig hebben. Ik wou het over een andere groep hebben. Dat is die groep met wie u, want u noemt een ander onderwerp, maar dat is het onderwerp waarmee u zelf in het nieuws was de afgelopen week. Mensen met een bijstandsuitkering, waarvan u nogal strenge dingen heeft gezegd. Want wat wil u nou eigenlijk precies met die bijstand? Nou, wat ik eigenlijk wil, ik ga die cijfers niet herhalen. Ik heb net gezegd dat er grote groepen mensen met een uitkering thuis zijn die eigenlijk zouden moeten werken, waar werk heel erg belangrijk voor is. En om ze nou aan het werk te krijgen, moet je zorgen dat zolang ze in een uitkering zijn, dat ze zoveel mogelijk de situatie benaderen die ook bij het normale werk is. Dan kun je heel gemakkelijk van die uitkering naar het werk overgaan. En wat ik nou wil, is dat als je een taalopleiding moet volgen, of je moet een training volgen, of je moet aan sociale activering meedoen, of je moet iets doen waardoor je arbeidsritme weer krijgt en je zelfvertrouwen weer krijgt, dat je dat zoveel mogelijk in een gewoon werkritme doet. En als je daar niet aan meedoet? Dat betekent 's morgens om 8 uur beginnen en 's middags om 5 uur kun je daarmee ophouden. En als je daar niet aan meedoet? Niet aan meedoet, dan doe je dus niet je best en dan moet je geen uitkering krijgen. Tot het moment dat je wel weer je best gaat doen. Ja, kijken we naar De Waal. Nou, ik heb eens op de eerste plaats dit bericht kwam tot ons via de Telegraaf. Dus dat altijd niet correct. Zit daar enige misprijzen in? Nee, maar dan wil ik graag eigenlijk van de heer Kamp weten of die inderdaad serieus bedoelt wat in de Telegraaf stond. Dat elke uitkeringsgerechtigde bijstandstrekker zich elke dag om 8 uur moet melden. Ja, want u gelooft niet wat er in de Telegraaf staat? Als je dat doet namelijk, we hebben dat eens na zitten rekenen. En je besteedt 10 minuten aan die mensen per die dag. Dan heb je 56.000 ambtenaren nodig om dit af te wikkelen. Ja, maar goed, maar het plan is er. Mensen moeten zich melden. Ja, maar weet u wat? Mensen moeten zich melden 's ochtends om in een arbeidsritme te komen. Is zo belangrijk, zeg ik, want dan help je ze echt aan de slag en aan de gang. Doe je dat niet, absoluut, uitkering weg. Absoluut eens met het feit met dat je dus aandacht aan mensen moet besteden. Nee, wacht even. Dat je uitkering mensen dus weg. Niet moet laten zakken en dat je ze zo nu en dan op moet roepen. Maar dan moet je je zo dus nu verdiepen. En dan op moet roepen? Waarom zou je niet je hele dag je best doen? Als je de taal niet goed spreekt, waarom zou je dan niet de hele dag je meneer best Kamp. Doen om dat zo gauw mogelijk in te halen? Dat is toch logisch? Weet u, ik zal u vertellen, ik heb geaarzeld dit debat om het te doen. Want alles gaat tegenwoordig. Nee, altijd alles gaat tegenwoordig op megafoonniveau, omdat er verkiezingen aankomen. Nou, op 16 mei is meneer Kamp ook weer een heel redelijke man. En dan weet hij dat je geen 56.000 ambtenaren in moet zetten om dit te gaan doen. Wij zijn al jaren voor een sluitende aanpak, waarin je elke iemand die in de bijstand zit
een iets biedt, scholing, werk, whatever. Hè? Misschien zelfs vrijwilligerswerk, omdat je mensen niet in de steek moet laten. Maar u bent ervoor, maar zodra iemand een concreet voorstel, bent u er tegen. En dan komt ineens 2 weken voor de verkiezingen iets wat niet eens in het verkiezingsprogramma van de VVD staat. Eigenlijk staat daar het omgekeerde, want daar staat juist... Je moet gemeentes meer mogelijkheden geven om kosten-baten af te wegen. En nu wil hij het bossenmodel een heel Nederland voorstellen. Ik vind het zo jammer, want die ballonnen lopen allemaal leeg. Even de microfoon stop. Nog even dat stapje erbovenop, want we hebben nog niet het hele verhaal gehad. Want u zegt, je moet ze iedere dag aan de slag helpen. Ja. Maar je moet ook, want daar gaat u niet op in, de uitkering stopzetten als ze niet meedoen. Ja. Dus het is nog een stapje erbovenop eigenlijk. Want hoe gaat het nu met die uitkeringen? Kijk, als je je niet in laat schrijven bij het Centrum voor Werk en Inkomen, krijg je een korting van 5% op je bijstandsuitkering gedurende 1 maand. Als je niet wilt solliciteren, 10% gedurende 1 maand. Ja, als je niet aan scholing mee wilt doen, 20%. Dat helpt dus absoluut niet. Ik vind dus dat we van iedereen die kan werken en waarvoor de werk is, kunnen vragen dat hij daar erg zijn best voor doet. En doet hij het niet, geef je hem geen uitkering. Nee, en dat vindt u 16 mei nog steeds? Dit verhaal wat ik nu voorgesteld heb, dat heb ik dus controleerbaar gebracht in december van het jaar 2000 bij de behandeling van de begroting sociale zaken. Toen heb ik geanalyseerd hoe die arbeidsmarkt in elkaar zat. Ja, dus sterker, u vertelt het al heel lang. Vanzelfsprekend. Maar zo doet de VVD het altijd. Wij houden dat vol. Dat is geen verkiezingsretoriek. Dan wordt het bossenmodel, want dat neemt u als voorbeeld, wordt dan verteld. Want dat werkt, zo staat het op de website van de VVD, dat is 1 maart ingegaan. De wethouder was van de week op de radio, er zijn 2 mensen langs geweest. En dat moet dan in heel Nederland worden ingevoerd. Als dat geen ballonnetje is, dan weet ik niet meer wat een ballonnetje is. Maar nou even over die 100%. Kijk, ze hebben het in Den Bosch hebben ze het nu uitgevoerd. Maar het model is al helemaal uitontwikkeld, is in Amerika en in Denemarken al toegepast. En wat ze in Den Bosch hebben gedaan, is het op 100 mensen toepassen. De helft van die mensen was in gesprek voldoende om niet eens meer een uitkering te willen hebben. Er zijn er maar 100 mensen toegepast. Hier in Amsterdam hebben ze 50.000 mensen met een bijstandsuitkering. Ze zijn ermee aan de gang gegaan en binnen de kortste keren 8.000 hadden geen uitkering meer nodig. En dat is nou het mooie, dat is nou sociaal. Laten we nou eens doen alsof het 16 mei is. Dus u hoeft niet meer per megafoon, ik zal het ook niet doen. Goed zo. Dan zijn wij allebei voor een sluitende aanpak. Waarbij je dus mensen niet laat zitten, maar iedereen... de gelegenheid en je verdiep je in gevallen. Ik heb de megabanenmarkt. Daar werken wij ook aan mee in de zin dat we dat begeleiden. We praten daarover. Gaat dat goed? Gaat dat sociaal? Dat vind ik goed dat de mensen daar opgeroepen. Maar wat wilt u nou zeggen over 16 mei? Nou, op 16 mei moeten wij gaan doen wat op die megabanenmarkt gebeurt. En dat moeten we trouwens ook in de tijd daarna doen. Want dat is daar ook zo'n doorslaand succes, wou u zeggen? Nou, kan je in ieder geval verdiepen in wat mensen bezighouden. Als ik met iemand in de bijstand praat, die zit 10 jaar in de bijstand. Ja. Die is door zijn ontslag gescheiden. Ja. Hij is dakloos geworden. Ja. Dan helpt het niet om die man elke ochtend om 8 uur een stempeltje te geven. Met die man, daar moet indringend gesproken worden. Daar moet een traject uitgezet worden. En dan laat je hem lopen? Nee, daar moet een traject worden uitgezet. En dat laat je hem worden aangeboden. Dit soort harde oorlogstaal helpt niet. En dan moeten we ook na 16 mei. Maar het is geen harde oorlogstaal. Het is een taal waarbij je mensen erbij wilt halen. In plaats van dat je ze aan de kant laat staan. Meneer De Waal, laat staan dat je dus de uitkering stopzet. Want daar hadden ze het laatst over. Nou... als iemand absoluut niet meewerkt, zijn wij er ook niet tegen. En God weet, heeft hij een andere baan, dan moet je daarop ingrijpen. Als er fraude is, moet je erop ingrijpen. Eigenlijk bent u het overal mee eens, u wilt alleen niet zeggen. Nee, ik ben het er helemaal niet eens dat u de zwakkeren in de samenleving, zowel als het illegale zijn, maar mag ik ze wel thuis laten? Dat u die pakt en we moeten voor een sociale aanpak. En weet u wat een sociale aanpak was? Als werken nou zo belangrijk voor ze is om te integreren. Als werken nou zo belangrijk is, is toch sociaal om ze te laten werken? En weet u wat het is zo wonderlijk dat u daarna mee komt. Want weet u wat dit kabinet gedaan heeft? Die heeft het aantal bijstandtrekkers met 200.000 teruggebracht. Onder andere over zo de melkartbanen die u zo verfoeit. Dit kabinet heeft op werkgelegenheidsbeleid een heel goed beleid gevoerd. 200.000 teruggebracht van 530 naar 330.000 banen. En op het moment dat je op die 330, dus de harde kern zit, gaat u oorlogstaal. Wat ik in het begin zei, vindt u het nou normaal dat de mensen die wij in de jaren 90 toegelaten hebben als asielzoeker, die nu een verblijfsvergunning hebben, dat 60% aan uitkering heeft? Dat is toch abnormaal? Nee, en daar
dan moet je dus niet met maatregelen van iedereen moet. Maar dan moet je wel kijken wat hun probleem ambtenaren is. Zich elke ochtend om 8 uur niet 56.000 ambtenaren, maar kijken is er een probleem. Dan moet je inhoudelijk erop ingaan en die mensen begeleiden en iets aanbieden. Sluitende aanpak zijn wij ook voor. Persoonsgebonden budget zijn wij ook voor. Je moet ze wat aanbieden. Je giet dat in de vorm van een normaal werkritme. Ze zijn daar van 8 tot 5 mee bezig en voordat ze het weten hebben ze een baan. Dat is de manier en dat is mijn voorstel. Goed. Wij gaan er op 16 mei over praten en dan laat u uw megafoon thuis. En over uw megafoon gesproken, 4 jaar geleden had u nog een stemadvies trouwens. Wat is dat nee, advies? Nee, hebben nooit stemadvies gegeven. Nee, sinds 1964 geloof ik niet meer. Dus. Dat we u zelf in de pers destijds hadden laten horen doorschemen. Ik heb wel een negatief stemadvies. Stem niet op Fortuyn. Dat is het advies van u? Dan bent u een dief van uw eigen portemonnee. Maar stem op Kamp. Nee, dat, ik zei het. Nou, ik heb alleen een negatief stemadvies. Niet Fortuyn, zou Kamp kunnen zijn. Ik heb het niet negatief. En samen in de regering, dan gaan ze echt schreeuwen. Goed, ik dank u hartelijk. We wachten 16 mei af. We zijn terug op 5 mei, op bevrijdingsdag. Ze kwamen ons bevrijden. Nederland was weer een veilig gebied. Oorlog, herinnering, waarheid en wetenschap. Jarenlang studeerde het NIOT op het drama in Srebrenica. Een kabinet viel over de feiten. Inhoudelijk debat is er eigenlijk niet over gevoerd. Welkom Hans Blom, directeur van het NIOT. Goedemorgen. Weer wat rust aan tafel. Waar was u gisteravond om 8 uur? Op de Dam. Want daar bent u altijd? Daar ben ik altijd. Ik heb sinds mijn vroege jeugd altijd herdacht. Het zij thuis, het zij bij de bijzondere gelegenheden. Later ook wel als spreker. En de laatste jaren, als ik niet spreker ben, in de Nieuwe Kerk en op de Dam. Daar ben ik dan ook in mijn functie uitgenodigd. Ja, maar los daarvan zou ik op enige manier die herdenking gezocht hebben. Ja, nu was u er bij die groep mensen die dan als de autoriteiten... Ja, wordt aangekondigd, hè? Dat was een interessante waarneming. De autoriteiten werden verzocht zich te verplaatsen. Dat was wel geestig, ja. Daar hoorde u bij, ja. Zij, in die opiniepeiling die is gehouden over wat Nederlanders vinden eigenlijk, over wie daarbij zouden moeten zijn. Daaruit blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat bondskanselier Schröder daar ook bij had kunnen zijn. Vindt u dat ook? Nou, ik denk dat om te beginnen iedereen die daarbij wil zijn, erbij kan zijn. Dat hoeft hij niet per se in zijn functie te doen. Nee, maar dat hij uitgenodigd moet worden. De vraag of je de premier van Duitsland zou moeten uitnodigen, daar zou naar mijn smaak toch een bijzondere reden voor zijn. Tenzij men vast een Duitser van dienst zou willen uitnodigen die spijt komt betuigen. Dat lijkt mij geen smakelijke vertoning daarbij. Dat lijkt mij ook niet pas in het concept dat we hebben. Maar waarom zo moeizaam? Wat spijt is toch al lang betuigd? Ja, maar laat ik het anders dan zeggen. Ik begrijp op dit moment niet helemaal wat de reden zou zijn om bij een nationale herdenking, want dat is wat we hebben, dacht ik, per se de premier van Duitsland elke keer te hebben. Ik kan me heel goed voorstellen dat er een reden is, en ik heb verschillende bijeenkomsten meegemaakt, ook waar ik zelf gesproken heb, waar dat het geval was. Dat er maar mooi gebaar van verzoening. Colin Mitterrand hebben we ook al. Ja, maar we hebben toch al sinds, dacht ik, Willy Brandt, die overigens internationaal en in de eerste plaats ten opzichte van de Polen en de Joden een hele duidelijk gebaar maakte, de beroemde knieval, hebben we regelmatig ook in Nederland indrukwekkende verklaringen gehad. Ik herinner mij Van Weizsäcker vooral. En als er een bijzondere gelegenheid is waarin we ook de heer Schröder nog een keer zouden uitnodigen. Mij is dus in het hele verhaal, in het hele debat niet erg duidelijk wat men voor ogen heeft. Dat is mijn vraag eigenlijk. En hoe dat zou passen in een jaarlijkse nationale herdenking. Maar Duitsland is een bevriend buurland. Dus waarom zou daar iemand uit dat land niet welkom zijn? Ja, maar goed, dat is wat anders. Hij mag komen, maar hij moet niet uitgenodigd worden, zegt u eigenlijk in zoveel woorden. Tenzij men daar iets speciaals mee voor ogen heeft. En dat is mij uit de voorstellen van nu niet erg duidelijk geworden. Wat dan precies de rol en de betekenis van zou zijn in deze specifieke aparte keer. Is 4 mei ook geschikt voor het herdenken van de slachtoffers van Srebrenica? Dat zou kunnen. Dat hangt er erg vanaf opnieuw hoe men dat invult. Maar, het woord is niet gevallen, hè, gisteren? Het woord is niet gevallen, nee. Lubbers had het over Chileense vluchtelingen. Ja. Ja, over opvang. Ja, het was een heel interessante klassieke toespraak. Niet over Argentijnen overigens? Nee, die Lubbers hield. Hè. Hij hield een hele. Hij was heel kort. Het is een hele moeilijke opdracht hoor. Je moet in een paar minuten dus dingen zeggen die heel aansprekend zijn. Wat hij deed was 2 klassieke thema's die we heel veel bij dit soort herdenkingen zijn tegengekomen aansnijden. In de eerste plaats dat we juist door die oorlogservaring in ons verdeelde land weer de eenheid hadden gevonden om samen dat te doorstaan.
En dat is een bekend thema dat zich ook voegt bij het oude thema dat wij in Nederland een eenheid in verscheidenheid, dat dat onze grote kracht is. Tweede element, ook een klassiek thema, is dat wij ons in zo'n situatie en door daarnaar terug te denken opnieuw bewust zijn van het morele gehalte dat ook in onze samenleving en in onze politiek aanwezig moet zijn en dat dat een verplichting met zich meebrengt. Misschien wel juist als klein land, misschien wel juist als Nederland, om ten opzichte van eigenlijk in hele brede zin alle vervolgden en mensen op andere manieren in grote moeilijkheden in de wereld op een of andere manier bij te staan. Ja, daarom voel ik u juist. Daarom voel ik u juist. En dat is dus interessant. Dat is dus interessant. Ik kan niet, dat moet u aan hem vragen natuurlijk. En aan mij was vindt u zelf dat het woord wel had mogen vallen? Wat mij betreft was daar geen bezwaar tegen geweest. Omdat als je het naar dit gegeneraliseerde niveau trekt, als je zo algemeen spreekt, is er geen enkele reden nou, om laat ik het de nog mensen anders die in moeilijkheden zijn geraakt in de Balkan daar niet bij te betrekken. Geeft het u een ongemakkelijk gevoel dat niemand het erover gehad heeft? We hebben het over 4 mei, we hebben al die mooie toespraken over verzet, over mensen die buitengewoon moedige dingen hebben gedaan. Ja, het viel mij ook op en ik heb inderdaad met enige spanning staan wachten toen dat toespraak was of daar inderdaad de Balkan ook genoemd zou worden. Ik kan me ook wel de overwegingen weer voorstellen om het niet te doen. Het is een beetje ingewikkeld. We hebben dat vaker gehad. Er zijn de meeste herdenkingen praten niet over het feit dat ondanks alle verzet en ondanks alle mooie woorden die er op die dag worden gesproken, natuurlijk toch het grootste deel van de Nederlandse Joden niet heeft overleefd. De vraag is of je dat elke keer opnieuw erin moet wrijven. Eén keer de vraag, want dat werd nadrukkelijk gezegd. Ja? We herdenken alle soldaten die omgekomen zijn sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dus denk je dan hardop na. Soldaat van Rensen bij vredesmissies werd ook nog letterlijk genoemd. Ja. Dus dan denk je, we herdenken die wel, maar herdenken we nou ook die 7000 moslimmannen? In die opsomming gaat het om Nederlanders. Dus die moslimmannen herdenken we niet. De procedure zit vrij uitgekiend in elkaar. Er is natuurlijk meer dan 50 jaar ervaring mee. Er is veel over gedacht. Dit is een afgewogen opsomming. En daar in die opsomming gaat het over Nederlanders. Ja, dus Daarnaast komt er dan het moment van dat je de vervolgden in de wereld ook op een of andere manier daarbij kan betrekken. Ja, maar hebben we nou gisteren die 7000 moslimmannen herdacht? Niet expliciet, want u heeft het niet gehoord, ik ook niet. Nou, maar ik heb er wel aan gedacht gisteren. Impliciet kan men daar heel nadrukkelijk ook aan gedacht hebben. Op het moment dat er over vervolgden en slachtoffers van vervolging wordt gesproken, vallen ook die moslimmannen eronder. Ja. Goed, u bent een man van de nuance. U bent... Dat hoop ik nou maar, ja. U bent geen koppensneller of zedemeester, zeggen mensen die u heel goed kennen. Hoe is het u vergaan sinds het verschijnen van dat rapport van u? Waar eigenlijk in extremo, als je het hebt over koppensnellen, gebeurtenissen zich in heel snel tempo hebben afgespeeld. Het feit dat ik geen koppensneller ben, wil niet zeggen dat ik niet in staat zou zijn tot scherpe historische analyses en die niet zou kunnen verwoorden. Laten we maar dat als je het hebt over ministers die rollen over straat, over een compleet kabinet, over een premier. We hebben dat gefascineerd aangezien, ik heb dat woord al een keer eerder gebruikt. Wij hebben dat rapport niet geschreven met enig ander oogmerk dan om een zo goed mogelijke beschrijving en reconstructie van gebeurtenissen die ons allemaal hebben beziggehouden te geven. En dat zodanig te doen dat daar ook een verklarende analyse van uitging. Dat is wat we naar eer en geweten, zoals het zo plechtig heet, en zonder aanzien des persoons hebben proberen te doen. Of we dat helemaal goed hebben gedaan, dat mogen we niet zeggen. Dat is, want we hebben niet daarbij van tevoren bedacht welk effect wij in de politiek zouden willen bereiken. Wij vonden en vinden nog dat dat aan de politici is. Ja, maar u zegt gefascineerd of was u verbijsterd? Je denkt natuurlijk in de wandelgangen wel eens daarover na. Je praat wel eens met elkaar van wat zou het kunnen. Wij wisten hoe geladen de kwestie was, hoe hoog de emoties opgelopen waren al jaren, hoe die feit dat die uitstel steeds, dat we steeds uitstel hebben moeten aankondigen, dat de spanning in zekere mate nog opvoerde. Er waren een aantal belanghebbenden van verschillende typen die in de weken voorafgaand aan de presentatie van het rapport hun bijdrage tot de agendasetting nog een keer leverden. Mietje Faber, IKV. En we wisten dus dat er een gespannen, emotievolle, politiek geladen discussie zou gaan. Maar nog een keer de vraag, was u verbijsterd? Wij waren verbijsterd, dat heb ik een paar keer gezegd. Met name
door de snelheid waarmee dit proces zich voltrok. En we hebben dat dus gezegd. Dit is als historicus buitengewoon interessant om op die rare positie waarin je dan bovendien zelf een heel erg ondergeschikt rolletje speelt, want de hoofdrol wordt natuurlijk gespeeld door de gebeurtenissen in het verleden en niet door dat rapport zelf, om te zien wat dat teweeg kan brengen in een zichzelf kennelijk versterkend proces. Want ja, maar dus u bent jarenlang bezig met zo'n onderzoek. Vervolgens is er een soort publicitaire explosie. Een kabinet zit jarenlang te wachten op het rapport. Ja. Vervolgens is het binnen anderhalve week verdwenen. Ja. Ik bedoel, ja, is dat een ademhappen als wetenschapper of niet? Nou, wij hadden juist zelf even tijd om weer adem te halen, omdat we deden niet meer mee. De politiek heeft het rapport, als het ware, op zijn hoofdlijnen omarmd. En is er vervolgens mee aan de slag gegaan in een typisch politiek debat. Dat is In een weinig politiek inhoudelijk debat natuurlijk, moet je zeggen. Dat hangt er vanaf wat je over de inhoud van de politiek denkt. Maar het ging niet over de inhoud van het rapport. Ja, dat is in zeer geringe mate maar. Dat is juist. En dat is in bepaald opzicht teleurstellend. Maar ik moet zeggen dat ik ook wel teleurgesteld zou zijn als men al na een weekje had geweten wat precies van dat rapport, wat vele duizenden bladzijden nou de inhoudelijke ins en outs zijn. Ja, maar nu is een kabinet afgetreden op grond van een rapport dat men nog niet eens gelezen heeft. Nee, natuurlijk, maar daar heeft de heer Kok wel een uitleg over gegeven. Een uitleg bevredigend vond in de zin dat ik hem integer vond en overtuigend vanuit zijn eigen positie. Hij is kennelijk, en dat heeft hij wel gelezen en kunnen lezen, doordat hij die kernachtige epiloog die we hebben geschreven, waarin mijn verhaal in de rolzaal nog weer eens een indikking was, heeft hij het in hoofdlijnen het proces van de afgelopen 9 jaar eigenlijk, nog eens voor zich gezien. En dat op een hele indringende manier kennelijk overwogen. Ja, met als een van de kernpunten dat hij zei van ja, de internationale gemeenschap kan geen verantwoording nemen. Dat vond ik het minst sterke erin, omdat het ten dele wel juist is, maar ten dele voorbij gaat aan het feit dat de Verenigde Naties een paar jaar geleden een eigen rapport hebben uitgebracht dat buitengewoon zelf kritisch is. Dat een rol ook heeft gespeeld binnen de Verenigde Naties. Dus de internationale gemeenschap heeft verantwoording afgelegd. Ja, in de vorm van een rapport. Maar wat natuurlijk niet gebeurd is, is dat de eerste verantwoordelijken zijn afgetreden. Nee, maar goed, de vraag is dan of de Nederlandse premier dat in plaats van Dus hij heeft kennelijk gemeend, en daar kan ik respect voor hebben, dat de rol die het Nederlandse kabinet heeft gespeeld in een aantal opzichten van het hele proces, want daar kom ik straks even op, de vraag is natuurlijk hoe ver die invloed nou eigenlijk reikt, maar dat die Nederlandse betrokkenheid kennelijk toch zodanig zwaar moet wegen dat de ongelofelijke ontsporing en mislukking die er tenslotte uit is voortgevloeid, dat daar op een ogenblik in de Nederlandse politiek de verantwoordelijkheid voor moet worden getrokken. Nou, dat is een afweging die kan worden gemaakt, die kennelijk persoonlijk sterk doorvoeld was. En daar kan ik dus vanuit dat oogpunt buitengewoon veel respect voor uitbrengen. Hoewel je ook best een andere redenering had kunnen opzetten. Ik bedoel, laat dat ook duidelijk zijn. Dat is natuurlijk het interessante voor ons om te zien welke van de opties die denkbaar zijn in de politiek nu ook werkelijkheid worden. Ja, mag ik het eens met u hebben over de kritiek op uw rapport? Lof alom vanuit de politiek, vanuit de journalistiek veel lof. Maar nou uitgerekend vanuit de wereld van de wetenschap kritische geluiden. Hè? Dus er zijn heel veel, vooral politici geweest, die enorm onder de indruk waren van dat geweldige pakket aan papier. Ja. Maar nou juist wetenschappers, collega historici, die zeggen, u bent helemaal, u bent u te buiten gegaan aan al die details. Allemaal dingen die we eigenlijk helemaal niet hadden hoeven weten. Ja, dat is een interessante reactie van wetenschappers. Dat ze iets niet willen weten, kennelijk. Daar heb ik nog een beetje moeite mee vanuit mijn. Ze noemen voorbeelden. De anti-luizen-shampoo van de Dutch Betters, wat Jos Brink wel of niet vond van de oorlog. Ik zal u vertellen, laten we dat voorbeeld nou eens even nemen. Want kijk, eerst even in het algemeen vooraf. Waarom zijn die details van belang? Om 3 redenen. 1. Ons is gevraagd een rapport uit te brengen waarin we zo goed mogelijk wetenschappelijk reconstrueren wat er is gebeurd, maar in allerlei vragen leefde in de samenleving die heel gedetailleerd van aard waren. Nou krijgen de mensen de details en dan is het kennelijk in de ogen van de wetenschap weer niet goed. Zij zeggen het is van de kunst de van het weglaten. Zijn een paar mensen hoor. Zij zeggen het is de kunst van het weglaten. Goed, dus het tweede element is, hier is sprake van een zeer ingewikkeld vraagstuk.
dat zeer veel kanten heeft. En wij vinden dat we goed gedocumenteerd al die kanten moeten laten zien. En de derde is dat door een aantal dingen, en we kregen die kans nu, want dit was natuurlijk een onderzoek met mogelijkheden die zelden in de praktijk van de wetenschap voorkomen. We kregen de kans nu om een aantal gebeurtenissen zeer diepgaand te analyseren. Juist die hele detailprecisie die is van belang en die levert nieuw inzicht op. Nou, Jos Brink. Bijvoorbeeld. Waarom staat Jos Brink erin? En waarom staat hij in de index? Omdat alle namen die in het boek voorkomen erin staan. Maar Frank Sinatra staat er ook in. Dat kan ik u ook uitleggen. Ja. Waarom Jos Brink? Omdat Jos Brink voorkomt in het verhaal, in de opbouw van de stemming die het mogelijk maakt om dit soort uitzendingen zonder voorwaarden vooraf te doen. Het ging niet om een debat dat uitsluitend zich tussen politici en deskundigen afspeelde en in de media. Er komt op een avond, een soort opene dorpachtige wel liefdadigheidsavond, waarin allerlei Nederlanders met een zekere bekendheid, maar zonder enige specifieke binding of deskundigheid op het terrein, komen zeggen waarom zij vinden dat. En daar hoort Jos Brink bij. Wij noemen dan een aantal namen als voorbeeld. En dat functioneert dus in een verklarende analyse. Ja. En Frank Sinatra komt voor in een citaat van Mladic, waarin Mladic, van wie wij een karakteristiek proberen te geven, uitlegt wat een geweldige figuur hij is. En hij heeft eigenlijk, zegt hij, maar één persoon kan hij noemen in wie hij zijn meerdere bereid is om te herkennen. En dat is Frank Sinatra, want hij, Mladic, kan niet zingen. Nou, dat karakteriseert die man. En dat is een typerend detail dat van belang is om in die analyse iets te doen. Dus ik vind dat geen steekhoudende kritiek. Nee. En ik vind het met name jammer. Ja. Nee, ik vind het niet fair, omdat de mensen die kennelijk nodig hebben gevonden om aangesproken op hun wetenschappelijke positie en deskundigheid, een rapport dat zij kennelijk niet hebben gelezen en in ieder geval niet goed hebben doorgrond, om daar even makkelijk dit soort dingetjes naar voren te schuiven. Vindt u dat ook van iemand, ook een collega historicus, Bastiaan Bommelier, die zegt, waarom laten ze nou uitgerekend een oud marineman dat gedeelte over Dutchbed schrijven? Ja, een van de zwakste argumenten vind ik altijd, zonder argumenten mensen die iets naar voren brengen te disqualificeren. Nou ja, je kunt je erbij voorstellen, als je dat nou uitgerekend door iemand die uit de krijgsmacht komt, dat je extra oog hebt voor Ik heb gezocht naar deskundigen op de diverse terreinen. Er waren een aantal militaire historici die bij voorbaat niet in aanmerking kwamen, omdat zij direct op de loonlijst en onder bevel van de bevelhebber van de landstrijdkrachten stonden. Dat was de sectie militaire geschiedenis. Je zoekt voor een onderwerp wat heel duidelijk militaire specifieke deskundigheid vraagt. En ik kende een gepromoveerde, uitstekende, en dat zegt Bommelier erbij, en daarom is zijn opmerking zo filijn. En hij zegt er zelf bij dat het een onheuse vraag is. En ik zou zeggen, als je een beetje net mens bent, dan stel je die onheuse vraag dus niet. Maar goed, dat terzijde. Deze man, die uit een ander krijgsmachtdeel afkomstig was, die dus heel goed die militaire geschiedenis kent, die daarin gepromoveerd is, die bovendien nog departementele ervaring had, kon ik daar weghalen zonder dat hij daar weer naartoe terug moest. Dus hij was bevrijd van elke mogelijke beïnvloeding doordat hij nog belang daar had liggen. Ja, maar goed, om je te onderbreken, als dat nou het gedeelte is dat zo mild is, want dat valt op, hè? Dus voor de val streng hard, na de val streng hard, maar dat juli 95 gedeelte is mild, zo wordt het allemaal uitgelegd. Uw term, streng en mild en hard. Wij het is niet wetenschappelijk. Maar dan vraag je af, zit daar niet iets in dat je nou uitgerekend zou iemand dat laten? Maar we hebben dus iemand die heel goed op het terrein van de buitenlandse zaken thuis is gevraagd om het terrein van de buitenlandse zaken. We hebben iemand die heel goed op het terrein van de intelligence thuis is, daar zo'n contacten heeft. Ja. En die hebben we uitgebuit. Ja, mag ik nog wat aansnijden? Wat vindt u? Een vorm van verdacht maken waar ik absoluut niet van hou. Nee, zo doen we dat. Eerst maar eens aantonen dan dat er iets mis is. Ja, wat vindt u van die andere kritiek die ook uit die hoek komt? U gaat zo weinig, of eigenlijk niet, in uw rapport in debat met de andere literatuur op het terrein, die er op een aantal punten al was. Bijvoorbeeld, ze hadden niet kunnen vechten. Ja, hoezo? Er zijn andere militairen geweest, Britten, Fransen, die op grond van hetzelfde mandaat wel hebben gevochten. Ze hadden niet kunnen vermoeden dat er massamoord was. Hoezo niet? Er waren ook anderen die dat al vermoeden. Dat lag al vast in literatuur.
Nou, dat is maar zeer ten dele het geval. Daar zijn boeken vol over geschreven. Wel, maar die boeken worden uitvoerig gebruikt. Waarom gaat u niet in debat erover? Omdat in de meeste gevallen onze analyses ook helemaal niet daarvan afwijken. Er is eigenlijk maar één geval waar we in debat zijn gegaan met een bestaande analyse. En dat is in het geval van het rapport van Kemenade. Dat overigens voor een zeer groot gedeelte door ons wel wordt onderschreven, maar in een onderdeel ervan niet. Het heeft zeer veel aandacht. Maar over dat niet vechten, maar in het algemeen, dat houdt veel mensen bezig. Niet vechten, ja, hoezo? Anderen hebben het wel gedaan. Maar we bespreken dat probleem van dat niet vechten toch zeer uitvoerig. Het wordt expliciet ook in de epiloog nog een keer aan de orde gebracht. En daarin, in de onderbouwing daarvan, in het hoofdrapport, vind je voortdurend de verwijzingen naar de literatuur. Verwijzingen naar is de vraag waarom anderen dat wel deden. Ja, dat laatste is overigens maar zeer ten dele en eigenlijk nauwelijks het geval. Er is wel af en toe gevochten, maar niet in vergelijkbare omstandigheden. De gedachte dat er een ander bataljon onder dezelfde omstandigheden anders zouden hebben gevochten, is toch een onbewezen speculatie. Er zijn een beperkt aantal voorbeelden. Maar Britten hebben het gedaan. Hè? De Britten hebben het gedaan nadat er op hen was geschoten. Zweden en Denemarken hebben het gedaan. Die hebben niet of nauwelijks gevochten. Die zijn er met groot materieel geweest. Die hebben ander materieel meegebracht. Ja, maar goed, maar dat is ook een deel van de discussie. Ja, maar dat wordt uitvoerig besproken in het rapport. Ja, maar goed, als je het over hebt, waarom hebben ze het niet gedaan en wat had het kunnen uitmaken? Wij maken, en dat hebben we in de epiloog nog eens een keer herhaald, wij maken ten eerste een duidelijke reconstructie wat er gebeurd en niet gebeurd is. En vervolgens stellen we die vraag. Zou nu iets anders mogelijk zijn geweest en wat zou dat hebben uitgemaakt? Nou, wij denken, dat staat er volgens mij zeer helder, en daar worden ook verwijzingen naar de literatuur gebracht, dat inderdaad in theorie denkbaar is dat toen Mladic die aanval inzette, dat er toen niet volgens de instructies afgewacht werd en tussen de partijen to deter by presence, zoals dat heette, wat niet werkte, maar om werkelijk actief er tegen in te gaan. Wij denken dat in de gegeven omstandigheden dat in de eerste plaats misschien op de weg van het commando van Zagreb zou hebben gelegen om die overweging, want men wist dat, en dat wisten ze niet alleen bij Dutchbat, wat een relatief lage en kleine eenheid is, dat wisten ze op allerlei niveaus, dat de Bosnische Serven over het algemeen terugschrokken om slachtoffers te maken onder de troepen van de Verenigde Naties. Nou, de top in Zagreb, Akashi en Janvier, besluiten dat niet. Leveren ook niet de luchtsteun die gevraagd was, en waar dus, men op rekende. Dus is de conclusie, mag en, je dat mensen nou, op de dus grond dan is de volgende verwijderen. Vraag. Ja. Dus zij doen het niet. Nee. Zij maken die calculatie op dat niveau. Maar dan is de volgende vraag, mag je dan verwachten van de commandant van Dutchbat, dat afgeknepen is, zeer slechte relaties met de Bosnische moslims onderhield tot en met de dood van het soldaat van Rensen, dat zit te wachten op luchtsteun die niet komt, dan toch tegen de gegeven instructies in te gaan. Maar mag die vraag u tot slot laten iets wij anders open. Vragen? Die vraag laten wij maar open. Mag ik u tot slot wat anders vragen? Op 5 mei, gisteren 4 mei. Ja. Dat daarmee het beeld voor een deel toch is van dat je van hogerhand opdracht moet krijgen om iemand anders te redden. Nee. Dat je niet uit jezelf En dat iets is ook, doet. Dat is ook onjuist, omdat in elke militaire training, met name op het niveau van de officieren, natuurlijk de kwestie van de beveel is beveel problemen aan de orde is. Dat is iets wat helemaal niet meer zo is. Mensen moeten in bepaalde omstandigheden over het algemeen, binnen de grenzen van hun instructies, natuurlijk voortdurend keuzes maken. Dat is een bewustzijn dat er ook wel bestaat. Wat wij proberen te doen is die reconstructie van die omstandigheden zo goed mogelijk te geven, te zeggen wat er gebeurd is, te zeggen waar men aan gedacht heeft. Interessant is dat hier nog in Zagreb, nog op het niveau van Dutchbat, dus zelfs maar opgekomen is dat je zelf de aanval zou kunnen kiezen. Dat is op een bepaalde manier verklaarbaar. Verklaren is niet hetzelfde als vergoelijken of mild. En dat is dus het misverstand dat hier voortdurend speelt. En dat ik dus ook heel gek vind dat collega's die op hun wetenschappelijke expertise worden aangesproken, dat verschil niet tenminste signaleren. Hè? Ja. Dat ze kunnen het oneens zijn met ons. Wetenschap is ook debat. Nee. En dat debat wil ik graag aan. Daar gaat het verder niet om. Dat heeft u gemerkt. Ik sta voor mijn stukken, zal ik maar zeggen. Ja. Mag ik u tot slot vragen, wat gaat u doen vandaag op 5 mei?
Ik ga zo meteen naar huis en bij mijn kleindochter eten. Ja. Viert u het nog een beetje bevrijdingsdag of niet? Nou, de bevrijdingsdag zelf, daar ben ik inderdaad niet erg uitbundig in. Goed, ik dank u wel voor het gesprek. En dat was Buitenhof voor vandaag. www.buitenhoftv.nl, dat is het adres waar u terecht.